Inspecteur Gensmeel, operatie Veilig Suriname, wat is dat? Operatie Veilig Suriname is een operatie die op touw is gezet door de centrale overheid. Datgene, ja, dus iets dat leek op een beetje verwatering van het politiewerk, omdat de focus afgelopen anderhalf jaar, bijkans 2 jaar, meer gericht was op COVID, om die focus enigszins te wijzigen en terug te gaan naar onze core business. En dat is zoals vervat in alle wetten van de Republiek Suriname. Het enige is dat er extra mankracht is aangetrokken om de slagkracht van de politie enigszins te vergroten. Er zijn niet genoeg manschappen? Er zijn nooit voldoende manschappen. Er zijn nooit voldoende manschappen om die veiligheid te waarborgen. Wat van belang is, is dat je nou net voldoende zal moeten hebben om toch enigszins die veiligheid te kunnen garanderen. En dat is de achterliggende gedachte voor wat betreft operatie Veilig Suriname. Oké, een van de actiepunten van de operatie is het feesten rond COVID-19. Ze zijn nog steeds verboden, maar er wordt op los gefeest. Ja. Zelfs in mijn eigen omgeving, waar er een politiepost in de buurt is, wordt er flink gefeest. En het feest gaat door tot na lockdown. Hoe doet de politie dat? Want er wordt gezegd dat de politie gaat naar de plekken, maar niet optreedt en weer wegrijdt. En zelfs tjoekoes kreeg. Ja, allerlei soort geluiden die worden de wereld in geholpen. Ik zit niet hier om indien er inderdaad tjoekoes zijn betaald, omdat mensen die zich hebben schuldig gemaakt aan het betalen, maar meer nog de mensen die hebben ontvangen om die te beschermen. Ik zal daar niet aan meewerken. Maar wat ik wel ga doen, is dat ik zal aangeven dat de politie wel degelijk heeft opgetreden. De politie heeft wel degelijk opgetreden. We hebben een heel druk weekend achter de rug, waarbij de politie her en der feesten heeft moeten stoppen. Zelfs dubbele boetes heeft moeten opleggen. Dubbele bestuurlijke boetes heeft moeten opleggen aan organisatoren die ervan uitgingen. De politie is al een keertje geweest, dus de maat tikt de kans om dat wat ze, ja, de maat tikt de kans om na vertrek van de politie gewoon door te gaan. Dan krijg je een tweede boete. Dus ten aanzien van indien bij u in de buurt en een feest is geweest en er niet is opgetreden, is het geen onwil van de politie. U merkt zelf, al bij het begin van mijn relaas, dat we de hulp hebben ingeroepen van andere organisaties, van het Nationaal Leger, de BBS. En dat is om dat wij te min hebben, om dat enigszins op te vangen. Want die reguliere dienstverlening, dat moet doorgaan. Ja, dus als ondersteuning zijn er vrije mannen van de politie en overige toegevoegd. En de politie die heeft het afgelopen weekend in principe, ja, we hebben nooit rust, maar er is een nog groter inbreuk geweest op dat beetje, of dat heel die kleine momenten waarop we even onze benen zouden kunnen strekken. We hebben dat niet gehad het afgelopen weekend. Oké, en dan is er ook de issue van verkeersveiligheid. We zien heel erge aanrijdingen gebeuren in de laatste periode.
De politie wil daar ook preventief optreden. Hoe gaat de politie dat doen? De politie gaat dat doen door verhoogd de surveillance op te voeren. En dat gebeurt de hele dag door. Waren het zo dat, zoals ik eerder aangaf, COVID een belangrijke rol is gaan spelen het afgelopen jaar. En de focus enigszins verlegd was. Andersdenkenden, deviant gedragenden, zich een vrije weg mede, een vrij pad mede te hebben, dat de operatie Veilig Suriname daar een zoveel als mogelijk een halt daaraan probeert toe te brengen. En de surveillance in de ochtend, de middag, maar ook de avonduren op punten waar onze inlichtingendiensten ons hebben aangegeven, besteed extra aandacht eraan, dat de politie zichtbaar aanwezig is in die omgevingen. Ja, de hardrijders, er zijn veel meer verkeerscontroles. Ja, deze week onder andere, er is al een programma in elkaar gezet waarbij de politie op verschillende punten gelijk op hetzelfde tijdstip, ja, verkeerscontroles zal uitvoeren over het hele land, ja, in alle regio's, dat de politie bezig zal zijn. Dus wij vragen van deze kant uit aan de weggebruikers, zeker de automobilisten, bromfietsbestuurders enzovoorts, dat ze zoveel als mogelijk hun bescheiden bij zich hebben. Wie zijn voertuig nog niet ter herkenning heeft aangeboden, doe dat alsjeblieft. En laten we bij opvraag door een zo'n politieambtenaar dat we niet onnodig gaan voor confrontaties. Ja, er is zich enige tijd terug een situatie voorgedaan waarbij een burger, een politieman vroeg zich te legitimeren. Ja, ik heb al meerdere malen aangegeven, het zou een simpele opgeven van de naam kunnen zijn door betrokken politieambtenaar. Maar dan wil ik dan gelijk, als u me toestaat, wil ik dan gelijk een aanvulling hierop plegen. Dat de burger er niet van uit moet gaan dat als die politieambtenaar zijn naam, rang en naam niet opgeeft, dat als tegenreactie de stukken ook niet overhandigd worden. Ik belt u bij deze, de politie heeft de bevoegdheid om te vragen naar de stukken en dat die stukken onverwijld ter inzage moeten worden afgestaan. En als die burger een beetje lastig doet, heeft die politieman ook nog de mogelijkheid om betreffend persoon over te brengen naar bureau ter voorgeleiding aan een hulpofficier van justitie om de identiteit vast te stellen. Wie houdt wie op? Dus vandaar dat ik een stukje flexibiliteit vraag van beide partijen. Zowel de politie als de burger. Maak het niet onnodig moeilijker. We willen allemaal veilig wonen, veilig leven. En voldoe aan het verzoek. Voldoe aan de vraag van betrokken politieambtenaar. Dan is er ook nog de kwestie van de diefstallen. Er zijn ontzettend veel diefstallen, inspecteur. Wat doet de politie op dat stuk? Ook op dit stuk? Kijk, wat de politie ter oren komt, zal de politie onderzoeken. De bedoeling is niet dat wij de focus al te zeer verleggen naar alleen die verkeershandhaving of drugsgerelateerde zaken. Ook de inbraken, ze baren ons zorgen. Je kan je huis niet verlaten in de ochtenduren om te gaan werken. Ja, om je krachten te geven, zodat
het land vooruit kan komen. En dat onze later zich die vrijheid aanmeten om jouw woning zonder je toestemming te betreden. Ook wat dat stuk betreft is er een plan dat reeds in uitvoering is, waarbij de politie verhoogt afwisselend de verschillende buurten ingaat. En daar wordt niet zozeer gelet op de frequentie van inbraken. Het is dat de politie gewoon zichtbaar moet zijn over de wegen van Suriname. We vragen ook, indien er situaties zijn waar die burger enigszins een beetje onveilig gevoel heeft, deel die informatie. Bel naar 115, bel naar 105. Ja, want 105 is in het leven geroepen, speciaal voor de operatie Veilig Suriname. Bel er naartoe, geef de klacht door, vraag de assistentie. Ja, indien er mensen bij u in de buurt zijn die u normaal niet kent, u ziet vreemde handelingen. Ja, bel door naar de politie. Daarvoor is de afdeling Comment Center er. Om zoveel als mogelijk te managen. Om zoveel als mogelijk politieambtenaren te dirigeren naar de plekken waar die hulp hard nodig is. Bel er naartoe. Dat is wat ik de burgerij vraag. En dan nog, de operatie Veilig Suriname duurt tot en met maart. Zou het niet voor onbepaalde tijd moeten? Dus er is een ratio achter de gedachte van april, de maand april. Kijk, veiligheid behoort tot de core business van de politie. Het bieden van veiligheid. Het lastige van het geheel, ja lastig, nee, laat me een ander woord gebruiken. Het geheel moet je zien in het kader van het ter beschikking stellen van manschappen van andere eenheden aan de politie. Op dat stuk zouden er op hoger niveau afspraken gemaakt moeten worden. En na evaluatie van de operatie Veilig Suriname, dat er bepaald kan worden of we nou doorgaan of als we niet doorgaan. Maar dat die core business van de politie, daar komen we niet aan. Gaat normaal door. Het gaat meer om het ter beschikking hebben van de andere manschappen van de andere diensten. Dank u wel, inspecteur. Met plezier gedaan. We zitten op de poli bij dokter Berggraaf, huisarts. Heel Suriname, zo lijkt het tenminste, heeft griep op dit moment, of COVID. Dokter Berggraaf, wat kunnen mensen doen die op dit moment griep hebben? Ik denk dat een van de belangrijkste dingen voor mensen is op dit moment. Hou er rekening mee dat het regentijd is. Hou er mee dat er veel muggen zijn. Hou er mee dat je meer thuis bent. En daar zit eigenlijk het hele probleem. Griep hebben we altijd gehad. Dus verkoudheden heerst op dit moment. Je moet thuis blijven, je hebt andere... Ja, je kan weinig eruit, er is weinig zon, dus een probleem met virussen. En virussen zijn ons probleem. Virussen hebben geen verstand. Waar ze een plek vinden, daar gaan ze zitten. En ze proberen er altijd alle munt uit te slaan. Dus dat wil zeggen, als hij je paat, zal hij niet zeggen, oh ja, bij deze moet ik lief zijn en bij die niet. Het spijt me voor je. Je gaat er last van hebben. Het is dus de tijd dat we allemaal griepverkoudheden hebben en corona is ook een griepvirus, klopt. En dat is waarom mensen zeggen, het is toch maar een griep? Ja, klopt, het is een griep. En griep heeft te maken met weerstand. Als je weerstand goed is, kom je er snel doorheen. Dat is waarom mensen soms kunnen zeggen van, ik krijg nooit griep. Okay. Je weerstand moet goed zijn. Helaas moeten we zeggen dat vaak onze weerstand niet goed is. Mm-hmm. En dan krijgen we inderdaad echt klachten ervan. Verkouden, koorts, hoofdpijn, je neus loopt, je voelt je niet lekker, je spieren doen je pijn. Van alles en nog wat. Dan moet ik erbij zeggen,
muskieten, want ik noemde het al. Mm-hmm. Dus dat we zeggen, we moeten dingen niet vergeten. Ja. We moeten chikungunya niet vergeten. Noem maar op, die zijn er allemaal ook nog, die gewoon rustig hun gang gaan. En dus natuurlijk ook voorkomen. Dus het lijkt alsof iedereen ziek is. En natuurlijk worden we doodgegooid met corona. Eigenlijk is het niet anders dan wat het altijd is. Met een beetje een toetje erop van corona. Ja. Dat is wat we zien. En het belangrijkste is, mensen, let erop. Je moet binnen zitten. Gooi je ramen open. Okay. Klein beetje zonlicht. Ga alsjeblieft buiten. Virussen houden er niet van als je genoeg drinkt. Dus let erop dat je genoeg drinkt. En veel mensen weten niet hoeveel ze moeten drinken. Dus alsjeblieft, drink alsjeblieft iets tussen 2 en 3 liter aan vocht. Zorg dat je goed eet. En dan, ja, ik bedenk me net bij goed eten, wat is goed eten. Yeah. Fruit, groenten, laat je rijst staan. Zorg dat je genoeg fruit en groenten hebt. Eet wat vis, eet wat vlees, als je dat lekker vindt voor mij. Maar zorg dat je gezond blijft. En beweeg alsjeblieft. Bewegen is ons groot probleem. Ga een beetje buiten in de zon staan, no? Een paar oefeningen. Iedereen kan dat. YouTube, de hele dag zitten we op Google. Zoek even een paar oefeningen. En we zijn oké. U had het ook over weerstand. Mm-hmm. Hoe zorgen we ervoor dat ons weerstand in place is? Weerstand moet je opbouwen, hè. Dat komt niet 1, 2, 3. Dus niet als we denken, oh nee, als ik voel me niet lekker, dan ga ik nu mijn weerstand opbouwen. Dat werkt niet zo. Dat moet je van tevoren doen. Weerstand bouw je eigenlijk op door goed bewegen, dus lichamelijke conditie, zodat je hart en je longen in conditie zijn, dat we zeggen, ik kan niet met 500 kilo lopen en vinden, ik ben in conditie. Mm-hmm. Dat werkt niet. Ik ga moeten zorgen dat ik afval en dat ik ga bewegen. Je hoeft geen marathon te lopen, maar ga wel iedere dag een uur lopen. No? En niet lopen van, wanftamara. Nee. Doe een beetje de pas erin. Dat is wat we moeten doen. Ben je goed en je hebt de fiets, ga fietsen. Als je iets meer kan, probeer het te doen. Maar zorg dat die lichamelijke conditie erin komt. En mensen, alsjeblieft, rook niet. Rook niet. Roken is het slechtste wat je voor je longen kan doen. Rook niet. Als we die lichamelijke conditie hebben, ja, dan moeten we zorgen. Dit is derde klas lagere school. Bouwstoffen. Vitamine, zorg dat ze er zijn. Dat we zeggen eiwitten, dat we zeggen vitamines, dat we zeggen koolhydraten, dat we zeggen een beetje vet. Let erop. We hebben die lessen allemaal gehad, dus het is geen nieuwe stof. Ja. That's it. Ik had die vraag eigenlijk aan het begin moeten stellen, dokter Berggraaf. Maar merkt u ook op uw poli dat er veel meer mensen komen met griepverschijnselen? Absoluut. Zeker weten, er zijn zeker meer mensen met griepverschijnselen. Ik heb toevallig nu een aantal ook met dingen, dus dat zit er tussenin. En natuurlijk, ja, we kunnen niet helpen. Driekwart is omikron, we kunnen het draaien hoe we willen, dat zit. Dat is wat in de hele wereld gebeurt. Maar geloof me, als mensen zich aan de regels houden, loopt het eigenlijk wel goed. En loopt het met een sisser af. We zien ook dat er minder opnames zijn, we zien ook dat er minder mensen op de IC liggen. Als we ons aan de regels houden, over regels gesproken, een van ze is mond en neuskap op hebben, ook als je ruimtes binnen gaat en zo. Maar ik zie, dokter, dat mensen buiten, soms zijn ze aan het fietsen, soms zijn ze aan het lopen, ook een mondmasker op hebben. Mag dat? Kan. Kijk, mogen is een ander ding. Ja? Je mag altijd. Maar het is niet zinvol. Okay. Omdat op het moment, kijk, de overdracht heeft te maken met concentraties. Als ik in een gesloten ruimte zit, de airco aan, de lucht blijft hetzelfde. Wij stoten continu virus uit, dus de kans dat ik besmet raak is groot. Als ik buiten ben, het vervliegt gelijk in de buitenlucht. Dus ik hoef me geen zorgen te maken over, die concentratie is hoog, dus ik ga. Mag je rustig je mondkap afdoen. Goede lucht naar binnen. Zorg dat je niet achter een auto staat waar er een heleboel uitlaatgassen uitkomen natuurlijk. Maar zorg dat je gewoon verse lucht naar binnen krijgt. En je hoeft echt buiten je mondkap niet aan te doen. Natuurlijk moet je niet in een groep van 30 mensen gaan staan dicht bij elkaar. Ik bedoel, dan krijg je vanzelf dat de concentratie stijgt. Maar als je genoeg afstand hebt, prima.
Okay. Dan ga ik u nog een vraag stellen. En natuurlijk is in de medische wereld nu alle aandacht op COVID-19 en de varianten die steeds op ons afkomen. Hoe staat het met de andere patiënten die ook andere zorg nodig hebben? Krijgen zij dat wel voldoende volgens u? Eigenlijk mag u mij die vraag niet stellen, want dat is geen goede vraag van mij. Ik moet even nadenken hoe ik die vraag beantwoord. Helaas door het overweldigen van de hele wereld door het ene virus, is iedereen zo geschrokken dat we vergeten zijn om andere dingen te doen. En u weet dat dat na het eerste jaar een van de grootste problemen was. Mensen die geopereerd moesten worden aan hun hart, aan hun nieren, aan hun longen, just call it. Eigenlijk hebben ze niet gehad wat ze moesten krijgen. Hun zorg is totaal de mist ingegaan. Het lastige is dat na zoveel jaar ziekenhuizen zijn uitgeput, personeel is uitgeput, dus voel je dat ook weer oppakt. Het blijft heel langzaam op gang komen om de mensen die andere zorg nodig hebben, om dat te geven zoals dat hoort. En eigenlijk zeg ik altijd, mensen klagen over discriminatie, want alles is COVID enzovoort. Ja. Maar het is ook discriminatie naar de andere mensen toe, die andere dingen hebben, ja, waar niet naar gekeken, ja, wordt. Dus laten we een beetje nadenken en proberen om ook oog te hebben voor elkaar. Ja, maar ik heb geen COVID. Ja, maar die ander heeft ook iets. Please, take care a little bit. Dan komt mijn moeder. Okay. Wat wilt u dan besluit zeggen aan degene die kijkt? Ja, wat zou ik willen zeggen? Ik ben bang dat we in dit geweldige land van ons, want ik blijf het zeggen, ik zal de laatste zijn die het licht gaat uitmaken hoor, ik ga nergens. We hebben een prachtland, we hebben een schitterende bevolking. Nergens kom je mensen tegen die zo met elkaar leven. Ik zie het alleen jammer genoeg een beetje misgaan en dat is jammer. COVID doet daar inderdaad een hele grote druppel op. Mensen worden erg egocentrisch en egoïstisch en kijken alleen naar zichzelf. Terwijl we eigenlijk gewend zijn naar de ander te kijken. Ik zou mensen willen oproepen en vragen om echt een beetje meer aan elkaar te gaan denken. Waarom moet ik die mondkap opdoen als ik binnenkom? Ik heb niks, ja ik weet. Yeah. Je voelt niks. Maar je weet niet wat je meedraagt. Bescherm die anderen. Doe het op. Waarom moet ik mijn handen weer spuiten? Ik heb het toch zo net gedaan. Maar mijn gast, ik weet niet wat je hebt aangeraakt. Maak je hand schoon. Wat is zo moeilijk aan dat ding? We kunnen geen brassa geven. Lastig. Laten we proberen om rekening te houden. Ik lees niet op uw hoofd of op uw hoofd wat het onderliggende is. Ik ben voorzichtig, laat ook voorzichtig zijn naar de ander toe. Dat is wat ik wil zeggen. Dank u wel, dokter Berggraaf. Graag gedaan.